De gemeente Ede heeft zo'n 400 hectare bedrijventerreinen. De 12 bedrijventerreinen zijn verspreid over Ede en de dorpen in het landelijk gebied. Op de bedrijventerreinen zijn 1100 bedrijven gehuisvest, die samen goed zijn voor ruim 18.000 arbeidsplaatsen. Ede is hiermee een van de grootste spelers in de foodfaddy-regio en provincie Gelderland. Goed en duurzaam ondernemen, voor nu en in de toekomst. Daar gaan we samen met ondernemers de komende jaren aan werken. Met ondernemers is een revitaliseringsscan uitgevoerd om te bekijken wat daarvoor nodig is. De revitaliseringsscan laat zien dat er op de bedrijventerreinen al veel goed gaat. Natuurlijk is er ook een aantal punten die beter kunnen en moeten. We noemen dit revitaliseringsopgave. Door deze punten aan te pakken, zorgen we ervoor dat de bedrijventerreinen toekomstbestendig zijn. Parkeren, mobiliteit en verkeersdoorstroming zijn thema's die voor ondernemers hoog op de agenda staan. Ondernemers zien problemen met parkeren van zowel vrachtwagens als personenauto's, files en bereikbaarheid op de fiets en met het openbaar vervoer. Ondernemers vragen ook aandacht voor de soms wat rommelige uitstraling van de terreinen. Hier kunnen we als gemeente en ondernemers gezamenlijk iets aan doen, zowel in de openbare ruimte als op de privéterreinen. De revitaliseringsscan is uitgevoerd op bestaande bedrijventerreinen. Een belangrijke vraag voor de toekomst is de uitbreiding van bedrijven. Bij het ontwikkelen van nieuwe terreinen gaan we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en eisen voor de toekomst. Duurzaamheid, energietransitie en circulair ondernemen zijn thema's die niet meer weg te denken zijn. Waar het kan, pakken we dit gezamenlijk op met ondernemers en nemen we duurzame maatregelen. Ieder bedrijventerrein heeft een bestemmingsplan nodig met een duidelijke profilering en uitstraling. In het bestemmingsplan staan ook de mogelijkheden voor doorontwikkeling duidelijk beschreven. Mogelijke uitbreiding van terreinen biedt kansen voor bestaande terreinen om mee te liften met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, energietransitie en profilering. De gemeente Ede wil de komende jaren graag samen met ondernemers aan de slag om bedrijventerreinen klaar te maken voor de toekomst. We zijn een speler van formaat op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid. En klaar voor de toekomst.